De Gesebesma van DSM, de jaarcijfers vandaag gepresenteerd. Hoe kijkt u terug op 2014? Nou, 2014 was geen makkelijk jaar voor DSM. Maar desalniettemin 3% organische groei. In het vierde kwartaal zelfs 5% organische groei. En een bedrijfsresultaat wat je solide mag noemen. Dus tegen die achtergrond en de valutabewegingen denk ik dat we in een niet makkelijk jaar het toch redelijk gedaan hebben. Nou, zeg redelijk, want inderdaad als we vergelijken met 2013, dan zagen we bijvoorbeeld nog een EBITDA van 1,31 uit mijn hoofd. Dat is nu 1,16 miljard. Dat is toch een flinke teruggang. Ja, je moet de 2013 cijfers wel opschonen voor pharma. Pharma hebben eruit gehaald en in een joint venture gestopt. Die zie je niet in onze bedrijfsresultaatcijfers. Maar je ziet wel, als je onderaan de streep kijkt, dat we 50% belang hebben in een hele grote farmaactiviteit die het overigens heel goed doet. Dus daar moet je in de cijfers even corrigeren. Desalniettemin is het resultaat voor de andere business even buiten pharma iets lager in 2014 dan 2013, dat klopt. Waarbij de valuta een hele belangrijke rol hebben gespeeld en wat tegenwind in onze nutrition businesses. Ja, want dat is toch wel een beetje een paradepaardje, mogen wij stellen. En daar zien we inderdaad toch dat de marges steeds kleiner worden. Dat wordt toch een probleem? Onze voedingsmiddelactiviteiten zijn een paradepaardje en blijven dat ook, naar mijn mening. Maar inderdaad, in sommige producten hebben we wat tegenwind, extra concurrentie. Anderzijds groeien we in onze diervoedingsactiviteiten heel stevig. 10% groei in het vierde kwartaal, dat kan je niet laag noemen. In de humane voeding, gewoon voor ons, zien we dat de hele wereldwijde voedingsmiddelindustrie het op dit moment iets zwakker doet. Dat zijn onze klanten. Als die het iets moeilijker doen, kunnen wij daar moeilijk het veel beter doen. Maar uiteindelijk zal ze dat wel herstellen. Zolang er mensen blijven op deze wereld en zolang die meer in steden gaan wonen, ook in ontwikkelingslanden, zullen er uiteindelijk steeds meer behoefte zijn aan ingrediënten voor voeding. Dat is duidelijk. Voeding, dat blijft toch inderdaad als speerpunt, een van die speerpunten. Ja, voeding is en blijft natuurlijk een belangrijk speerpunt voor DSM. En ook als je even wat tegenwind hebt, dan moet je daar niet direct in paniek van raken. Je moet wel je maatregelen nemen, dat doen we ook. Kostenreducties in nutrition, maar ook verder in bedrijf. Maar laten we niet van een paar kwartalen in één keer van de leg raken. DSM is een bedrijf met meer dan 110 jaar historie en we bouwen stap voor stap voort aan dit bedrijf. Als we even dieper de cijfers induiken en kijken we naar het vierde kwartaal, dan zien we gewoon een verlies van 107 miljoen. En daar heeft u zelfs gezegd, nou ja, we gaan maatregelen nemen, zoals u net al aangaf, om kosten te reduceren, om efficiënter te gaan werken. Wat gaat u precies doen? Ja, inderdaad, in het vierde kwartaal hebben we een verlies geleden. Dat komt met name door een afboeking op onze caprolactam activiteiten. De marges voor caprolactam zijn de laatste jaar, twee jaar behoorlijk gedaald. En uiteindelijk als je dan aan het eind van het jaar je boeken afsluit, dan zou je dat moeten waarderen in de boeken zoals dat hoort. En dat leidt tot een afboeking. Het is een zogenaamd non-cash item. Er gaat geen geld nu uit de kas. Maar inderdaad, het leidt tot dit boekhoudkundige verlies. We hebben gezegd voor 2015 zal de verbetering van onze operaties een heel belangrijk speerpunt zijn. Natuurlijk in onze voedingsmiddelenactiviteiten, om te kijken of we de marges daar kunnen verbeteren. Maar ook in het gehele bedrijf. We kijken naar alle functies, naar alle regio's, naar alle operaties die we hebben en kijken of we die kunnen verbeteren. Streamlinen, beter op elkaar laten aansluiten, beter met elkaar kunnen samenwerken. Niet iedereen zijn eigen ding, maar gezamenlijk optrekken en daarbij de kosten te verlagen. Ook kunnen kijken, zullen we kijken naar verder opbrengstenverbetering in innovatie, nieuwe producten, differentiatie van producten en dat soort dingen. En beide zullen hopelijk leiden tot een beter resultaat. Maar je zegt eigenlijk, we gaan toch eens goed kijken, kunnen we niet met minder mensen? Ja, we kijken of we heel DSM nog efficiënter kunnen inrichten. En dat betekent ook nauwer met elkaar samenwerken. Soms hebben we een beetje een verdeelde hoeveelheid mensen van verschillende functies, over regio's, over verschillende divisies. En als we nauwer met elkaar kunnen samenwerken, kunnen we dat efficiënter, beter en sneller doen. Dus er gaan banen verloren in de toekomst? Ik ga niet vooruitlopen op kostenbesparingsprogramma's en wat dat zal betekenen. In de loop van het jaar zullen we al deze maatregelen verder invullen met elkaar. Ik sprak met de bonden en die zagen de bui al hangen. Ze repten al, daar komt de kaasschaaf weer.
Ik weet het niet wat de bonden hebben gezegd. Ik weet alleen wat wij doen. En dat is kijken natuurlijk of je operaties en je operationeel performance van het bedrijf kan verbeteren. En ik denk dat DSM ook verplicht is aan zichzelf om daar naar te kijken. Nu viel me er wel op minder jaar. Toch blijft bijvoorbeeld de dividenduitkering op peil. Dat steekt een beetje bij bijvoorbeeld de bonden. Kun je dat begrijpen? Ik denk dat het voor DSM heel belangrijk is om het dividend op peil te houden. Elk bedrijf heeft een aantal loyale aandeelhouders nodig. Zonder dat kan geen enkel bedrijf floreren. We hebben de afgelopen jaren een heel duidelijk dividendbeleid gehad. En dat heeft ons geen windeieren gelegd. Daar hebben we goed mee gescoord bij een aantal hele trouwe aandeelhouders. En dat is voor elk bedrijf, ook voor DSM, van groot van belang. Wanneer weet u welke maatregelen u daadwerkelijk gaat nemen om die kosten te besparen? Ja, we zullen, zoals we dat in de vorige jaren ook gedaan hebben, natuurlijk steeds kijken hoe we een bedrijf efficiënter kunnen inrichten. Nogmaals, kostenbesparing. Ik heb het ook over opbrengstenverhoging en andere maatregelen die we kunnen nemen in innovatie, in differentiatie, om meer opbrengsten te krijgen. Natuurlijk van belang om een bedrijf efficiënter in te richten. En daar zullen we aan werken, zoals we dat overigens ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Een bedrijf moet altijd werken aan om nog efficiënter te worden, nog beter te presteren. En laten we duidelijk zijn, de concurrentie natuurlijk om ons heen is stevig. En als je jezelf niet aanpast, dan verlies je de strijd. Dus DSM past zichzelf continu aan. Het is duidelijk, ontslagen, die kans is groot dat die eraan zitten te komen. Ja, u wil graag vooruitlopen op de toekomst. Dat willen veel mensen. Ik denk dat het verstandig is om dat niet te doen. U gaat het eerst kijken, wat gaan we doen en dan gaat u naar buiten. En op welk termijn, binnen een half jaar, moet daar duidelijkheid over zijn? Nogmaals, ik herhaal mezelf. DSM opereert in een aantal markten in niet makkelijke marktomstandigheden. Daar komt nog een keer bij dat valuta erg volatiel zijn en ook een impact hebben op het resultaat van DSM. Natuurlijk moet je dan kijken hoe je winstgevendheid kan verbeteren. Nogmaals, niet alleen met kostenbesparingen, maar ook met opbrengstenverhogingen. En natuurlijk kijken we naar kostenbesparingen, hoe we een bedrijf efficiënter kunnen inrichten. In de loop van het jaar zullen we daar nadere informatie over geven. Ik ga niet op zaken vooruitlopen. U had het net over de valuta. U was eindelijk van die dollar af, die eindelijk wat meer waard begint te worden, waardoor de euro wat minder waard wordt. En nu komt opeens de Zwitserse frank. Wat betekent dit voor DSM? Ja, wij controleren niet de centrale banken. Niet van Europa, niet van Zwitserland, nog van Amerika. En dat betekent dat valuta kunnen schommelen. Ik moet wel zeggen dat de afgelopen 18 maanden valuta enorm aan het schommelen zijn. Meer dan in de periodes daarvoor. En dat heeft natuurlijk een impact op het resultaat. Had het in 2014. Nu in 2015 krijgen we de Zwitserse frank die gestegen is in waarde. En dat heeft een impact op het resultaat van DSM. En we zullen kijken of we dat voor een deel kunnen compenseren.